sinds COVID zijn intrede heeft gedaan, dan zijn heel wat sportaccommodaties ook verwaarloosd geworden. En één waar we een bezoekje aan hebben gebracht is de Meerzorg Sportbond. We hadden vernomen dat het veld gemaaid was of werd, maar zeker niet bespeelbaar. Hier ziet u nog een koe in beeld die heeft ons verwelkomd. En voor de rest ziet u zelf hoe het stadion eruit ziet. We hebben gesproken met de ondervoorzitter, want hij is gestart met het aanpakken van de accommodatie. En de heer Joyo Besari Suparmin, die heeft ons te woord gestaan en ons uitgelegd wat hun plan van aanpak is. Want de bal moet weer gaan rollen bij de Meerzorg Sportmond. Dit is te danken aan de pandemie, de COVID en de protocol die moet worden gevolgd. We hadden de accommodatie schoongemaakt, elke keer. We hadden een man twee keer schoongemaakt. Maar je mag niet op het veld dingen betreden of verenigingen toestemming te verlenen om te gaan oefenen of eventueel spelen. Een bond draaien is commercieel. Als je geen geld maakt, heb je situaties van wat we nu thans hebben binnen de verschillende bonden. Mm-hmm. Velden worden helemaal overwoekerd van gras. Dit is een achterstand van 6 maanden die we de accommodatie niet hebben schoongemaakt. Maar u ziet het zelf, we starten weer vandaag. Vandaag zijn we begonnen met het veld schoonmaaien. Maar dit is niet alles, want na dit gaan we het laten harken en daarna met een kleine maaier het veld helemaal weer op plaats te zetten en dan gaan we dan het veld laten rollen. Een grote accommodatie als de MSB, waarbij een gemeenschap vertegenwoordigt van Meerzorg en Omgeving, is eigenlijk een van de grootste bonden binnen de Surinaamse Voetbalbond. Maar we hebben gezien van, we worden ook overgelaten aan wat de pandemie heeft gedaan. Ja. Niet in Suriname alleen, maar ook in het Caribisch gebied. Internationaal zie je dat. Om het veld weer speelklaar te krijgen, hoe lang zal dat duren? U heeft uitgelegd wat er allemaal nog moet gebeuren. We hebben een target binnen de bond. En dat komende zaterdag of zondag hebben we een bestuursvergadering met de Meerzorg Sportbond. Mm-hmm. Waarbij de voorzitter ons heeft gevraagd om een target te stellen dat 23 oktober, die week 23 oktober naar begin november, moet het veld helemaal speelklaar zijn. Dat wil zeggen, de target is aangegeven. Als bestuur moet je gaan werken. 23 oktober? Ja, 23 oktober. Dus over een paar dagen? Over een paar dagen. Maar u ziet het zelf, de accommodatie, kijk. De tribune kun je gewoon dingen snel kalifateren. Ja. Maar het veld moet helemaal aangepakt worden. Waarbij rollermachines worden geplaatst om het veld dingen. Want u ziet het, de buren, de gemeenschap heeft klachten. Mm-hmm. Ze zijn bij ons gekomen, we zien koeien op het veld. En dat kan niet. We moeten als buurtmensen toch rekening mee houden. Het is een accommodatie van de gemeenschap. Hou rekening ermee. En de scholen van de buurt gaat straks weer gebruik maken van het accommodatie. Want deze accommodatie is de enige accommodatie die voor de scholen van de buurt wordt gebruikt. En we hebben altijd gratis gedaan voor de scholen. Mm-hmm. Dus ik denk van dat we meer dan 40.000 moeten gaan neertellen. Yeah. SRD om dit accommodatie te gaan op te kalifateren. We zien ook masten achter u. Wat is de bedoeling? Zullen deze nog ook ter ondersteuning worden opgezet? We hebben eigenlijk die masten daar gezet. Omdat we de verlichting helemaal weer vernieuwen. Oh. Ja, we hebben die masten dingen. Kijk, die verlichting die we hadden gekregen van de KNVB. Dat zijn die verlichting, oude verlichting wat ook binnen de verschillende bonden van de SVB. Die periode had gekregen voor de verlichting. Blijkt dat die verlichting niet meer gangbaar is. Okay. Dus we hebben toegezegd van laten we die verlichting helemaal vernieuwen. Maar door de pandemie is alles helemaal naar beneden gebracht, waardoor we de investering niet hebben gedaan. Ik ben blij dat je hier bent gekomen om die interview te plegen, omdat er iets onder de gemeenschap leeft. Dat de bestuursleden van de Meerzorg Sportbond de accommodatie verwaarloosd. Niets is van minder waar. We hebben moeten werken met protocollen. En zonder
zonder middelen kan je een organisatie niet draaien. Je moet personeel betalen. Je moet aannemers betalen om de accommodatie schoon te maken. Dus al met al hebben we gezien van, hey, we kunnen niet beginnen. En afgelopen periode was het regentijd. Je kan niet beginnen. Als je op het veld zou gaan met tractor, dan was het helemaal kapot. Hebben we toen gezegd van, hey, voorzitter, we gaan het niet doen. We gaan het laten totdat het droge tijd is. Nu de droge tijd is dingen aangebroken, hebben we dit gedaan. Kijk, deze veld was altijd een veld, een goede veld. Ja? Met de groei van die grassoorten is dat ding aan het compenseren, ja, ja, helemaal. Waardoor je verschillende dingen... Je wil niet geloven, toen we vier maanden geleden had gemaaid, hadden we boa's hier gezien. Ja, grote boa's. Weet je waarom? Er is een sloot daar achterin. Ja. En wanneer het regent, is het hier dan echt koel voor de beesten. Mm-hmm. Dus die beesten zijn hier gekomen. Het is ook goed geweest dat die koeien daar is gezet, waardoor de boa's ook zijn weggegaan. Ja. Vandaag heb ik gewerkt met de jongens en bleek dat er geen enkel slang op het veld was. Okay. Dus dat wil zeggen, vanwege die hitte zijn die beesten weggegaan. En ook vanwege de aanwezigheid van die koeien van die meneer, hebben we gezien van, hey, die boa's en die slangen zijn weggegaan. Okay.